Yo kijkers van Nogalat, mijn naam is Menno. Het is vandaag zaterdag en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe tutorial. En dit keer is hij in het teken van de Champions League finale. Ja dames en heren, ik weet niet of er veel voetbalfans tussen zitten, maar vanavond is de Champions League finale. En speciaal daarvoor ga ik een 3D pop-up effect maken in Photoshop. Zo gaat het er ongeveer uitzien. Uiteraard gaan we waarschijnlijk wel de beste speler van het veld gebruiken, Cristiano Ronaldo. Dus ik zou zeggen, laten we maar snel beginnen. Bij de eerste stap gaan we Photoshop openen en maken we een nieuw bestandje aan. Wat voor deze tutorial heb je eigenlijk alleen maar Photoshop nodig en twee afbeeldingen die je wil gaan gebruiken. Ik heb hier een plaatje van Cristiano Ronaldo en een plaatje van een tv in een woonkamer. En we gaan ervoor zorgen dus dat Cristiano Ronaldo in komt te staan en met een 3D effect eruit komt. Dus we slepen de woonkamer in Photoshop en dan zetten we daar de afbeelding van Cristiano Ronaldo overheen. Die is nu nog wat te groot, dus we maken hem wat kleiner. En we moeten nu als eerst gaan zorgen dat hij in de tv past. Nou, als we even inzoomen, dan zien we hier dat er een beetje een kleurverloop is. Dus als jullie goed kijken, zit hier ongeveer de hoek van het scherm. Dus daar zetten we onze afbeelding in. En nu moeten we die dan ook in de andere hoeken laten vallen. Dus we zetten de opacity iets lager, zodat we kleurverschil nog kunnen zien. Druk op Command-T om de Transform Tool. En dan drukken we rechtermuisknop voor Distort. En dan kunnen we met die hoeken aan de slag. Dus we pakken dit punt. Slepen we zo naar beneden, zodat hij in die hoek komt te staan. Dan gaan we naar de andere kant, pakken we dit punt. En die slepen we ook zo in de hoek. En dan gaan we hier naar boven en dan pakken we dit punt. En die zetten we ook hier op het puntje van de tv. Druk op Enter, dan gaan we even kijken hoe het eruit ziet. Even de opacity weer naar 100% en de guidelines even uit te doen met Command H. En zo zie je dat het eigenlijk al wel redelijk realistisch uitziet. Wat we nu gaan doen, we slepen onze afbeelding van Ronaldo er nog een keer in, want we hebben Ronaldo ook nog in het groot nodig. En omdat we die andere afbeelding net hebben verkleind en als je hem daarna weer gaat vergroten, dan verliest hij vaak pixels. Dus je kan hem er beter even opnieuw inslepen. En wanneer je de opacity een beetje omlaag zet, kan je een beetje gaan kijken hoe groot je hem ongeveer moet gaan maken. Hoe ver je hem de tv uit wil laten komen. Ik zet hem een beetje aan de zijkant, zodat die arm hier zo aan deze kant ook nog eruit komt. Ja, ik denk dat het er zo wel tof uit gaat zien. Dus zet de opacity weer op 100. En dan kunnen we nu naar stap 2. Bij de tweede stap gaan we Cristiano Ronaldo uitknippen. En dat gaan we op deze grote afbeelding doen. Dat kan je uiteraard altijd op heel veel verschillende manieren doen. Je hebt de lasso tool, je hebt de quick selection tool, je hebt de magic wand tool, je hebt de pen tool, je kan masken. Ik kies er dit keer voor om met de pen tool aan de slag te gaan. Dat doe ik omdat de magic wand tool wordt een beetje lastig omdat die achtergrond heel veel verschillende kleuren bevat. De quick selection tool is ook wat lastig. En ik wil graag een mooi resultaat, dus daarom ga ik het zelf met de pen tool doen. Het kost wat meer tijd, maar het resultaat wordt er wel beter op. Dus ik begin gewoon hier aan de onderkant met klikken langs Cristiano Ronaldo heen. En dan zie ik jullie zo weer terug. Zo, ik ben nu met de pen tool helemaal rond gegaan. En dan kunnen we nu een selectie van gaan maken. Dus we doen rechtermuisknop op Make Selection. Drukken we op OK. En dan drukken we hier op Mask. Zoals je ziet is dan de achtergrond in een mask. En dat doe ik expres zodat ik nu nog een beetje kan gaan poetsen. De harde randjes, zoals je ziet aan deze kant. Kan je dan nog weghalen met de mask. Dus dat doen we eventjes. Door de brush te pakken. Maak hem eventjes wat kleiner. Zet er hardness ongeveer op 60%. En dan kan je zo nog een klein beetje die harde randjes nog een beetje weghalen. Zodat het er wat realistischer uit komt te zien. Op zich vind ik hem al aardig netjes uitgeknipt zo. Dus we zetten de andere layers weer aan. En zoals je kan zien heb je eigenlijk al een klein beetje het effect. Maar de oude Cristiano zit hier natuurlijk nog op de achtergrond. Dus daar moeten we even vanaf. Dus zetten die de grootte uit. En zoals je kan zien moeten we dit gedeelte even weg gaan poetsen. Dus zet even een guideline hier neer. Dan weet ik ongeveer tot hoever ik moet gaan poetsen. Dus we selecteren deze layer. We rasterizen hem eventjes. En dan gaan we met de clone stem tool gaan we hem wegwerken. Dus we pakken hier gewoon een punt. En dan gaan we gewoon zo vegen. En nu ziet het er misschien niet zo heel realistisch uit. Maar wanneer je een beetje uitzoomt en hem dan weer aanzet. Dan zie je dat je eigenlijk helemaal niet kan zien dat het weggepoetst is. En zoals je ziet, wanneer je nu uitzoomt, zie je dat de oude Cristiano Ronaldo eigenlijk helemaal niet meer te zien is. Maar wanneer je die layer aan de voorkant wegdrukt, zie je dat er eigenlijk nog genoeg van hem over is. Maar daar zie je gelukkig niks van. Nou, zoals het er nu uitziet, ziet het er eigenlijk al best tof uit. Maar we gaan het nog eventjes iets realistischer maken bij stap 3. Oké, wat we als eerst gaan doen is, we gaan een shadow toevoegen aan onze voorste layer. Zodat hij echt helemaal loskomt van die tv. En die size mag best wel groot zijn. Het hoeft niet heel
Het hoeft niet heel overheersend te zijn. De opacity mag ook wel wat naar beneden. Maar zoals je ziet komt hij nu net even wat meer naar voren. En hier ook bij die arm. Het komt net wat meer los. En dan drukken we op oké. Okay. En dan gaan we nog even de tv iets realistischer maken. Want we hebben natuurlijk een afbeelding erin gezet. Dus we gaan er even een kleine inner glow aan toevoegen. Zoals je wel een beetje kan zien dat hij echt in de tv zit. Dus maken die op zwart. Zetten de blend mode op normal. En dan zetten we de size ongeveer op 9. En de opacity ongeveer op 25. En zoals je ziet dan worden die randjes worden net even wat vager. En dan blendt hij net iets mooier in de tv. Druk op oké. Okay. En dan kunnen we als laatste nog even wat levels toe gaan voegen. Dus we drukken hier op het half maatje en dan aan de levels. En dan gaan we gewoon even het beeld wat krachtiger maken. Door de highlights wat hoger te maken en de donkere gebieden ook wat heftiger. Dat zorgt ervoor dat er gewoon net even wat meer diepte in komt. Dus wanneer je nu aan en uit zit, dan zie je dat het gewoon van een beetje een vlakke afbeelding naar ja, wat speelser is geworden. En zo zie je dat je eigenlijk een super tof 3D pop-up effect kan maken. Wie denk jij dat we vanavond gaan winnen? Atletico Madrid tegen Real Madrid in de Champions League finale. Ik vind het tof, ik ben een fan, wel een neutrale, maar ik ga zeker kijken. Voordat we nou een leuke video doen, absoluut een duimpje omhoog. Wil je nou meer van dit soort video's zien, dan kan je op die rode abonneerknop hieronder drukken. Dan blijf je altijd op de hoogte van wat wij uploaden. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!